Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan vandaag deze leuke lusjessteek maken. En hij is echt geschikt voor kussenslopen of kussenhoesjes. Je kan er ook een rand in een deken van maken. Of dit kan een tasje worden, want het is echt wel leuk om hier weer franjes aan te hangen. Maar ja, eerst moet je natuurlijk de steek leren. En dan ga ik hopelijk zo rustig mogelijk en zo goed mogelijk uitleggen. Want het is natuurlijk wel fijn als je deze steek gewoon lekker onder de knie hebt. Vroeger noemden ze dit, werd deze techniek gebruikt met een grote breinaald. Of een grote stok. En dan noemden ze dit stokhaken. Maar dit is een loop stitch, dus de lusjessteek. En de voorkant heeft dus lusjes. En de achterkant is dus gewoon vaste. Je ziet wel dat ik hieronder ben begonnen met een rij vaste en eventjes een rij stokjes. En dat heb ik gedaan zodat als je met die lusjes begint, dat die lusjes niet over de onderkant heen hellen. Dus wil je dit nog ergens aanhaken of vastmaken, dan heb je in ieder geval ruimte. Ik laat ook altijd de ruimte aan de zijkanten hier open met vaste, zodat je niet zodat die lusjes niet aan de zijkant eroverheen komen. Maar ik ga het heel rustig uitleggen en eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor de abonnees. Ik krijg er gewoon steeds meer bij en het motiveert mij om elke keer weer met iets nieuws te komen en ook te filmen. Dus we gaan nu beginnen met wat je nodig hebt. En in ieder geval vind ik het zo leuk dat jullie kijken. En in ieder geval nogmaals hartelijk bedankt. Heel graag ook de duimpjes omhoog hieronder, onder de video. En abonneren natuurlijk als je nog geen abonnee bent. Maar we gaan beginnen met deze lusjessteek. Ik ga even vertellen wat je nodig hebt. Je hebt nodig een schaartje, een centimeter, even deze meteen meten. Dit is 23 centimeter en dit waren 30 steken met een bolletje, een eurobolletje, gewoon een heel simpel bolletje. Dus ik schrijf het even op. 30 steken, 23 centimeter. Dus wil je bijvoorbeeld een kussenhoes maken van 40 centimeter, dan zet je ongeveer 60 steken op. 60 steken kan je voor een kussenhoes opzetten. Je hebt nog nodig een stopnaaldje en een haaknaald. En dit is nummer 6 en dit is gewoon een heel simpel bolletje. Dan wil ik het nog heel even hebben over als je dus echt restjes wol over hebt en je hebt heel veel kleurtjes, dat je eerst even moet zoeken naar de dikte van je garen om het bij elkaar te leggen. En je gaat ook een beetje leuke kleurtjes bij elkaar zoeken om iets te maken. Dus stel je wil dit maken en je wil er een leuke rand hier omheen zetten, want je moet het ook weer afwerken met vaste of zo. Dan zoek je daar ook een leuk kleurtje bij en het is heel leuk. Het is niet alleen het haken. Ik heb ook gemerkt van, wat is het nou? Waarom ben je nou zo bezig met het haken? Je wordt gewoon ook vrolijk van de kleurtjes. Dus wil je gewoon een contrasterend kleurtje, ik kan het bijna niet uitspreken, dan zoek je er ook er even bij. Je kan er alles mee met haken. Maar we gaan nu dus de lusjessteek uitleggen en je begint met 30 steken, 30 lossen op te zetten. Zo, dan ga ik even alles aan de kant leggen.
En je zet 30 lossen op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. En omdat je met vaste begint, doe je nog 1 erbij voor het beginsteek. Die telt dan mee als beginsteek. Dan begin je met de vaste. In het bovenste lusje, daar doe je de vaste in. En zo maak je de toer af totdat je op het einde bent en dan zie ik je weer terug. We zijn nu op het einde van de toer. Eerste toer hoor, met vaste, zodat je eventjes weer een mooie beginlijn hebt. Dus eerst maar eens de vaste. Dan 3 lossen. En dan keer je het werk. En dan ga je even stokjes maken. Omslaan, insteken, doorhalen, omslaan, door 2, omslaan, door 2. En deze hele toer maak je even stokjes. En als je op het eind bent, dan zie ik je weer terug. We zijn op het einde van de toer met stokjes. En dan gaan we 1 omhoog. En dan gaan we het werk weer keren. En dan kunnen we nu aan de lusjesteek beginnen. Je kan er nog wel een paar toeren vaste omzetten, zodat je zeker weet dat die lusjes er niet overheen hellen. Maar we gaan nu de lusjesteek leren. En daar gaan we gewoon lekker mee beginnen. Want het is echt gewoon leuk om te weten hoe dat je dit moet doen. Dit wordt bij de popjes veel gebruikt voor de haartjes. Maar je kan er gewoon hele leuke sieranden ook mee maken. En ook op kleding. Zodat je echt iets kan oppimpen. Doordat je dan, doordat je deze steek geleerd hebt. Maar aan de randen houden we eventjes 2 vaste. Zodat je echt een beetje netjes je lusjes in het midden hebt. Dus aan de randen houden we vaste. Zetten we eerst in en we halen door, omslaan, vaste. En dan doe ik er nog 1. Dus dan doen we 2 vaste. Dan gaan we nu aan de lusjes beginnen. En het is een hele, het is even wennen. Je houdt je vinger dus onder de draad en je moet met je haaknaald eromheen en dan ga je hier de draad oppakken. Maar eerst moet je insteken, dus je gaat insteken, je houdt je vinger onder de draad, dan ga je met je haaknaald er omheen, dan pak je die draad op en dan haal je hem door. Als je dan je vinger naar beneden doet zo, dan heb je precies die 3 lusjes hier en dan haal je weer even je draad op en dan door 3 en dan heb je je eerste lusje al af. Dus je steekt eerst in, je houdt je vinger onder de draad, je gaat met je haaknaald eromheen, je haalt je draad op, je haalt je draad erdoor en dan doe je je vinger naar beneden,
zodat je weer drie lusjes hier hebt. En dan ga je hier dus weer je draad ophalen en door drie. En dan ga je je vinger weer uit het lusje halen. Dus insteken, je vinger onder de draad, haaknaald eromheen en doorhalen. Dan ga je je draad weer ophalen, door 3. En dan ga je weer automatisch, gaat je vinger weer uit het lusje. Insteken, je houdt echt je draad zo om die vinger heen. Omslaan, draad ophalen, je vinger naar beneden houden, dan kan je makkelijker doorhalen. En nu ga ik zelf, kijk, als je het niet helemaal in één keer goed doet, dan moet je gewoon even opnieuw beginnen. Insteken, om je vinger heen, dan heb je drie lusjes en dan heb je hieronder nog die draad en dan pak je die op door 3. Dan haal je weer je vinger uit de lus. Insteken, draad over je vinger, ja, maar net hoe je het zelf ziet, doorhalen en dan pak je hier zo je draad op en dan door 3. Het is gewoon even een handigheidje. Je kan de video ook langzamer zetten, zodat je ziet wat je moet doen. Bij YouTube zitten rechtsboven drie puntjes en daar kan je, ja, je kan de ondertiteling aanzetten en je kan ook de video langzamer zetten of sneller. Goed, je vinger weer naar beneden. Kijk, dan kan je hem makkelijker even opnieuw, hoor. Doe het nog even opnieuw. Insteken. Je draad over je vinger. Dan met je haaknaald er omheen en dan pak je je draad op. Dan ga je automatisch je vinger naar beneden leggen. Dan heb je 3 op je haaknaald en dan zie je hier weer je draad pakken en door 3. Insteken, draad ophalen, insteken, om je vinger heen, draad erdoor, nog een keer draad ophalen, door 3. Insteken, om je vinger, draad ophalen, omslaan, door 3. En dan gaan we even naar de andere kant kijken. En dan zijn dit je lusjes. Zie je wat ik bedoel met de onderkant? Je kan beter nog een paar toeren vaste of stokjes doen, dat maakt niet uit. En dan heb je je lusjes. En dan gaan we nog even verder oefenen. Insteken. Oh, en dan heb ik hier een lusje te pakken, maar die moet je dus opzij leggen. De draad om je vinger, omhalen en doorhalen. Draad ophalen, door 3. Insteken. Ja, je haalt eigenlijk je draad op weer, door 3. Insteken. Haaknaald om je vinger, draad ophalen, omslaan, door 3. Insteken, omslaan, draad ophalen, weer een keer je draad ophalen, door 3. Kijk, en je vinger goed naar beneden duwen, dan gaat het makkelijkste. Insteken, draad om je vinger,
haaknaald erom, draad ophalen. Dan heb je 3 lussen op je haaknaald en dan ga je weer draad ophalen. Door 3. Insteken, omslaan, draad ophalen en nog een keer je draad ophalen. Door 3. Insteken, omhalen, dan duw je vinger naar beneden, ga je nog een keer je draad ophalen en dan door 3. En zo ga je door, ja, tot het einde, dan zie ik je daar weer even terug. Dan zijn we hier bijna bij het einde, hier 1-2 stokjes nog en het beginstokje, dan doen we er nog 1 insteken, om de draad heen, draad ophalen, door 3 en dan gaan we die laatste 2, dat worden alleen maar vaste. En deze, het beginstokje, draad ophalen, omslaan, door 2. En dan is dit de achterkant en dan zal ik van deze het proeflapje, dit is de voorkant en dit is de achterkant. Kijk, en je ziet de achterkant worden alleen maar vaste. Dus we gaan nu 1 los omhoog werken en dan keren we het werk en dan zitten we weer aan de goede kant met de lusjes en dan gaan we alleen maar vaste maken. Dus in elke steek zetten we een vaste. Dus aan de goede kant in elke steek 1 vaste. En dan zie ik je op het eind weer terug. Dan zijn we bijna op het einde. In elke steek 1 vaste. En je gaat weer omhoog werken met 1 losse en dan keer je het werk. Kijk, en dan zitten de lusjes hier weer aan de achterkant. En dan ga je eerst 2 vaste maken. 1, 2. En dan zitten hier de lusjes en dan ga je weer insteken. Je draad om je vinger, je haalt je haaknaald er overheen. En je gaat je vinger naar beneden bewegen en dan heb je 3 lussen op je haaknaald. Je haalt je draad op door 3 en je haalt je vinger weer uit het lusje. Insteken, haaknaald erom, omslaan door 3. Insteken, vinger naar beneden houden, de draad ophalen. Door 3. Insteken. Zo. En dit wordt dan de voorkant. Ik zal het voorbeeldje nog even bijpakken. Je kan allerlei soorten wol gebruiken, je kan ook soort fluffy garen, dat is ook wel heel grappig natuurlijk. Maar ja, ik hoop dat ik het zo goed genoeg heb uitgelegd. Graag hieronder duimpje omhoog. Wil je abonneren? Klik op deze foto. En ja, ik zie je graag bij de volgende video weer terug. En bedankt voor het kijken.